Dit bord gaan we kopiëren, 3D scannen en dat wordt dan, krijgt zo'n huid straks. Dus we bouwen eigenlijk een heel nieuw bord en dat zal ook weer met doppen gebouwd worden en met flessen. Op een surfplank gemaakt van plastic afval 1200 kilometer peddelen. Beginnen in de Zwitserse Alpen en eindigen in Hoek van Holland. Plastic soepsurfer Marijn Tinga gaat het doen en hij heeft al kunnen oefenen. Vorig jaar ben ik op een bord van petflesjes naar Engeland overgevaren om statiegeld te vragen op kleine petflesjes. En nu richt ik me dus op de rivieren als een van de grootste toestromen van plastic in zee. De ronddrijvende plastic soep is een groot probleem voor mens en dier. In zijn tocht stroomafwaarts probeert Marijn aandacht te krijgen voor dat probleem. Een echte bikkel die zou stroomopwaarts gaan. Ja, precies. Maar ik denk niet dat ik dan in Nederland uitkom. In ieder geval niet dit jaar. Gewapend met een schepnetje staat Marijn de hele maand juni op zijn surfplank. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de tocht goed gaat komen. Afgelopen weken hele week geroeid. En komende weken heel veel suppen. Want over 3 weken dan sta ik op die Rijn.